In deze laatste paragraaf behandelen wij het ontstaan van de staat Israël. Joden zijn geregeld vervolgd in de geschiedenis. Door emigratie vanaf 1900 zijn grote groepen Joden in de Verenigde Staten en in Palestina komen te wonen. De Oostenrijkse journalist Theodor Herzl startte eind 19e eeuw het Sionisme. Dit was een Joods nationalisme dat streefde naar een Joods nationaal tehuis in Palestina. Het Ottomaanse Rijk was de baas over Palestina en werkte hier niet aan mee. De Britten vochten tijdens de Eerste Wereldoorlog tegen het Ottomaanse Rijk. Zij deden beloftes voor de stichting van een Arabisch-Joodse eenheidsstaat. De Joden begonnen na de Eerste Wereldoorlog onder toeziend oog van de Britten te werken aan een eigen staat. Zij hadden hun eigen taal, het Hebreeuws, steden, landbouwkolonies, bestuur en leger. In 1936 leidde dit al tot oorlog tussen de Joden en de Palestijnen. Na 1945 kwam er een massale toestroom van Joden naar Palestina op gang. De Britten maakten op 15 mei 1948 een einde aan hun bestuur in dit gebied. De Verenigde Naties wilden een Joodse en een Arabische staat realiseren. Deze kaart toont het voorstel voor deze verdeling. Het lichtblauwe gebied zou naar de Joden gaan en het oranje gebied naar de Palestijnen. Jeruzalem zou onderdeel worden van een internationale zone. De Palestijnen gingen hier niet mee akkoord. Nog voor de Britten waren vertrokken, riep de nieuwe leider Gurion de Joodse staat Israël uit. Arabische buurlanden begonnen direct een oorlog tegen Israël. Israël was echter militair superieur door de steun van de Verenigde Staten. Het voortbestaan van de staat Israël kwam in gevaar toen de nieuwe leider van de Egyptische Republiek, president Nasser, de oorlog verklaarde. Israël zou in totaal 4 oorlogen met zijn Arabische buurlanden uitvechten, in 1948, 1956, 1967 en in 1973. Deze verschillende kaarten tonen aan hoe het grondgebied van de Palestijnen is geslonken. In 1978 werd onder druk van olieboycotts tegen de Verenigde Staten door de Arabische landen vrede gesloten tussen Egypte en Israël. Hier zien we hoe onder toeziend oog van de Amerikaanse president Carter in het midden, de Egyptische president Sadat en de Israëlische premier Begin de handen schudden bij Camp David. Op 6 oktober 1981 werd Anwar Sadat in Cairo neergeschoten tijdens een militaire parade. Dit gebeurde door fundamentalistische militairen. Dit waren leden van de Egyptische Islamitische Jihad. Hij overleed aan zijn verwondingen en werd opgevolgd door zijn vicepresident Mubarak. Ondanks de militaire overmacht van de kleine westerse enclave kreeg de Joodse staat met sterk Palestijns verzet te maken. De PLO, opgericht in 1964, pleegde een lange reeks aanslagen uitgevoerd door guerrilla-strijders. Terroristen gebruikten vaak grof geweld. Vanaf 1979 werd de strijd weer aangewakkerd. Na de revolutie van fundamentalistische moslims in Iran kwam er weer een groot verzet tegen Israël en het Westen op. De radicale verzetsbeweging Hamas verscheen naast de PLO op het strijdtoneel. Orthodoxe Joden en de Israëlische politiek hebben het conflict op hun beurt, net als de terroristen, alleen maar verergerd. De bouw van nederzettingen in bezet gebied en de behandeling van Palestijnen leidden tot veel woede en verzet. De eerste intifada brak uit in 1987. De tweede intifada brak uit in 2000. De internationale kritiek op de staat Israël is tot op de dag van vandaag groot. Zeker sinds er vanaf 2003 gewerkt wordt aan de Israëlische Westoeverbarrière, ook wel de Israëlische muur. Het is gek om te bedenken dat we deze lessenserie zijn begonnen bij de Berlijnse muur en nu hier zijn geëindigd. Bij deze allerlaatste paragraaf nemen we ook weer in vogelvlucht de begrippen door. Een enclave is een gebied dat door gebied van andere landen wordt omsloten. Fundamentalisme is een godsdienstige stroming die oude voorschriften streng toepast. Hamas is de islamitische Palestijnse verzetsbeweging. Een intifada is een opstand in Palestijnse gebieden tegen de Israëlische bezetting. De PLO is een seculiere Palestijnse verzetsbeweging. Seculier betekent dat het niet op religie gestoeld is. Terrorisme is het plegen van gewelddaden om politieke doelen te bereiken. En als laatste het Sionisme. Dit is het streven naar een Joodse staat.